Jullie hebben een open dag gehouden. Van waar? Nou, we hebben het eigenlijk aangesloten bij de Nationale Burendag. Die is morgen. En we willen graag de mensen informeren welke werkzaamheden wij aan het spoor doen. Je moet het zo voorstellen, bewoners die wonen aan het spoor en die krijgen dan een brief. Er zijn werkzaamheden vannacht. Maar ja, wat doen we daar nou eigenlijk? En wat is dat geluid wat we horen? Nou ja, zoals u al ziet staat een grote machine achter mij, die wordt ingezet. Maar er zijn nog heel veel andere aspecten die daarbij komen kijken. En op deze dag proberen we daar meer zicht op te geven. Zodat ze ook een beetje zich bewust worden van wat nou eigenlijk het spoor inhoudt. En daarnaast willen we heel graag bereiken dat we de mensen beter informeren over wat er nou bij het spoor komt kijken. Hoe we jonge mensen weer aan het spoor kunnen binden en enthousiasmeren om ook de techniek in te gaan. Wat hebben jongeren zoal nodig om zeg maar, in de toekomst bij Volkerenrail te kunnen werken? Nou, we zijn vooral op zoek naar mbo en hbo, elektrotechniek. Dus dat is het uitvoerende personeel. En nou ja, als je gediplomeerd bent op die richting, dan kun je gewoon solliciteren bij ons. De nood is hoog in de hele markt. Dat zie je ook bij andere spooraannemers. Het is gewoon een kwestie van een sollicitatie sturen. En we zorgen dat je zo snel mogelijk op gesprek komt. Er zijn ook altijd mogelijkheden om mee te kijken, een dagje mee te kijken, stages te doen, afstudeeropdrachten. Dus dat is een heel scala om een beetje bekend te raken met het spoor en wat erbij komt kijken. En hoeveel mensen werken er nu in totaal zeg maar, bij Volkerenrail? In totaal 1500 en ik denk dat de helft daarvan ongeveer buiten in het spoor werkt. Echt 500 mensen die er met de voeten tussen de rails staan en aan het werk zijn. Nou, en dat is, voor Volkerenrail werken we in een x-aantal gebieden in Nederland als het gaat om onderhoud. Dus dat is op veel plekken. Maar u zegt x aantal gemeenten in Nederland. Werkt u ook in het buitenland? Volkerenrail werkt niet in het buitenland. En het gebied waar wij het nu over hebben is gebied Twente. ProRail is eigenaar en wij als onderhoudsaannemer voeren het onderhoud uit voor ProRail. Om te zorgen dat en de infrastructuur van voldoende kwaliteit is. En te zorgen dat de storingen zo minimaal mogelijk zijn. Ja.